Vandaag ga ik de allerlekkerste hamburgers maken. En ik ga niet zomaar hamburgers maken, ik ga ze vullen met Emmy fondue. Waardoor als ik ze opensnij, de kaas er lekker uitsmelt. De barbecue staat alvast aan, dus we kunnen meteen beginnen. Wat heb ik hiervoor nodig? Een beetje runder gehakt, ongeveer 500 gram. Een knoflookteentje, fijn gesneden. Peper en zout, tomaat, hamburgerbroodjes, sla en natuurlijk Emmy fondue kaas. We beginnen met het op smaak maken van de runder gehakt. Hier hebben we dus dat knoflookje voor. Die doen we erbij. Een beetje peper en zout. Om het een beetje smeuïg te maken, doe ik er een klein beetje mosterd bij. En dan kunnen we het mengen. Dus dan gaan we nu de Emmy fondue in blokjes snijden. Die gaan we in 8 gelijke stukken delen. En dan gaan we de hamburgers vormen. Wat ik altijd doe, is het gehakt alvast in 4 verdelen in mijn kom. Dan weet ik precies hoeveel ik nodig heb voor een hamburger. En dan heb ik eigenlijk al bijna een hamburger. Maar we gaan hem dus nog eventjes vullen met Emmy fondue. Pak ik een mooi blokje. Die leg ik erin. En dan vouw ik als het ware zo het gehakt eromheen. Leg ik ze meteen op de barbecue. Zo, dan doen we nu de deksel erop. Gaan ze ongeveer 5 minuutjes grillen. Het ruikt al voortreffelijk. Even checken hoe ze ervoor staan. Ziet er echt fantastisch uit. Ik heb ze natuurlijk ondertussen al een paar keer gekeerd. Dus we gaan nu de rest van de fondue erop leggen en de broodjes. En de broodjes heb ik opengesneden. Dan leg ik ze er zo op. Dan krijgen ze ook een mooi geel randje. En worden ze een beetje knapperig. Doe ik nog eventjes de deksel erop. Dan kan die kaas lekker smelten. Dan moeten we nog heel even wachten. Nou, die zijn helemaal klaar. Echt perfect. Dan ga ik nu alles van de barbecue afhalen. En dan kunnen we de broodjes maken. Dit is echt zo lekker. Dus dit is gewoon kaas bovenop en erin. Echt heel smeuig. En wat ik vaak doe, is alleen een klein beetje mosterd erop. Want die burgers hebben al heel veel smaak van zichzelf. Nog een plakje tomaten op, maar je kan ze natuurlijk vullen met wat je lekker vindt. Beetje sla erop. Perfect. We gaan ze lekker opeten en door het midden snijden. En dat wordt echt smullen geblazen.